بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beste broeders, beste zusters. Vandaag, vrijdag 15 maart 2019, is een zwarte dag voor ons. Het is een dag waarop wij gewekt worden met het verschrikkelijke nieuws dat er in Nieuw-Zeeland een terreuraanslag is geweest en dat verdorven persoon of personen daar moskeeën in zijn gegaan en het vuur hebben geopend op onze broeders en onze zusters in de islam. En er is geen plek op aarde die in kilometers gezien verder weg bij ons vandaan kan zijn dan Nieuw-Zeeland, vanaf Nederland gezien. Maar tegelijkertijd, op het moment dat iemand het huis van Allah subhanahu wa ta'ala binnentreedt, dan betreedt hij het huis van jou en mij. Dus op het moment dat ik die beelden zag, hoe die man door de deur liep en zijn wapen trok en het vuur opende, voelde het voor mij alsof hij mijn eigen huis binnentrad. En de mensen waar hij op schoot, noemen wij niet voor niks onze broeders. Het zijn onze broers, het zijn onze vaders, het zijn onze zoons die daar het slachtoffer zijn geworden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dus een dag als vandaag is een dag die als een verschrikking door de islamitische gemeenschap gaat, wereldwijd. En het is een dag waarop wij onszelf moeten positioneren. Een dag waarop wij moeten nadenken over op welke manier wij ons gaan verhouden tot dit soort geweld. Dus beste broeders en zusters, ik heb een oproep aan jullie. Beste broeders en zusters, wij moeten ons bewust zijn van het feit dat wij leven in een tijd met dit soort tegenstand. En politici zoals Geert Wilders, die doen al jarenlang uitspraken zoals kom in verzet. En op Utøya hebben we gezien wat de consequentie is als mensen daardoor geïnspireerd raken. En in Nieuw-Zeeland lijkt het erop dat we wederom zien wat er gebeurt als mensen daartoe geïnspireerd raken. Maar onze reactie als moslims hoort er eentje te zijn van de-escalatie, niet van escalatie. Daarom is mijn oproep aan jullie ook, kom in verzet. Maar let wel, op het moment dat ik zeg kom in verzet, mijn verzet is verbinding. Mijn verzet is dialoog. Mijn verzet is toenadering. Ik heb het over verbinding tegen de stroom in. En ja, ik heb het over verbinding soms tegen beter weten in. Het enige wat jou en mij als individuele moslims, als burgers van dit land te doen staat, is om ervoor te zorgen dat alles wat wij doen als een reactie op dit een reactie is van de-escalatie en iets wat ervoor zou moeten gaan zorgen dat de afstanden tussen ons en degene die tegenover ons staat worden verkleind. Dat is de taak die er voor ons ligt. Natuurlijk rouwen wij. Natuurlijk zijn wij geschrokken. Natuurlijk zijn wij tot op het bot, als het ware, verdrietig. Maar wij dienen na te denken en ervoor te zorgen dat onze reactie een positieve reactie is op deze verschrikkingen. Tegelijkertijd heb ik een oproep aan de Nederlandse politici en de Nederlandse opiniemakers en websites die nogal aan de rechterkant van het spectrum zitten. Ik spreek jullie nu niet aan omdat ik denk dat jullie verantwoordelijk zijn voor wat daar is gebeurd. Wel spreek ik jullie aan op het volgende. Wees je ervan bewust dat de toon waarmee jullie al jarenlang over de islam spreken, die toon als een rimpeling door de maatschappij gaat. En ik hoor jullie telkens zeggen dat jullie geen voorstanders zijn van geweld, maar wees je ervan bewust dat de toon die je aanslaat ook onbedoelde consequenties kan hebben en dat het wel degelijk mensen kan aanzetten tot dit soort verschrikkelijke daden. En ik wil niet wachten op de dag dat dit soort dingen ook hier in Nederland gebeuren, totdat wij ons met z'n allen en jullie dus ook gaan realiseren dat de toon waarop wij deze maatschappelijke debatten voeren, dat die toon te heftig is. Dus ik roep jullie, maar ook mijzelf en ieder op, om die toon te matigen. Ja, inhoudelijke discussie is prima. Ik heb zelf gedebatteerd met Karel Brendel. Ik heb zelf wekelijks gedebatteerd met een van de hoofdredacteuren van Geen Stijl. Debat is het probleem niet. Maar de toon waarop wij elkaar aanspreken en de toon waarop er wordt gesproken over de islam en over de islamitische gemeenschap, die moet anders. Die moet beter dan hoe die nu gaat. Ik heb een oproep aan de AIVD en aan de NCTV. Al jarenlang wordt de islamitische gemeenschap in Nederland een beetje met het kluitje in het riet gestuurd. Om met het simpele argument dat de omvang van het aantal mensen die extreem rechts zijn in Nederland heel erg beperkt is. En ik snap ook wel dat het te simpel is om te zeggen dat het dreigingsbeeld van Nieuw-Zeeland en het dreigingsbeeld van Nederland identiek zijn. Natuurlijk is dat niet zo. Maar als wij gisteren in Nieuw-Zeeland hadden gevraagd wat daar het dreigingsniveau was
en we kijken naar de zaken die wij vandaag in het nieuws aantreffen, dan durf ik te vermoeden dat wat gisteren het daar het dreigingsbeeld was en wat vandaag het dreigingsbeeld door jullie geformuleerd hier in Nederland is, wel heel erg op elkaar lijkt. En wij vragen van jullie om serieuzer te zijn op dit onderwerp, want het probleem is niet de omvang van extreemrechts, maar het probleem is de voedingsbodem in de maatschappij, waardoor uiteindelijk individuen dit soort handelingen verrichten. Dus wij verwachten veel meer van jullie. En wij eisen veel meer van jullie. Dit is nog een oproep aan de Nederlandse politici ook. Op welke, op welk niveau je ook in de politiek actief bent. En nogmaals, als je kritiek hebt of wat dan ook, helemaal prima. Maar zorg ervoor dat datgene wat wij de komende jaren hier gaan doen, een weg bewandelen is van verbinding. En een weg bewandelen is van de-escalatie. En niet de weg die we de afgelopen jaren aan het inslaan zijn. Want ik ben bang en ik vrees dat de zaken die wij nu zien op de verst mogelijke plek van ons vandaan, dat wij die uiteindelijk zullen zien zo dicht bij huis als het maar kan. Als laatste, beste broeders en zusters, nog één ding. Ik heb ook nog een oproep aan de moskeeën en aan de imams. Vandaag is Juma. Vandaag is de dag dat wij samenkomen voor het gebed. En ik vraag, en dit is een oproep aan de imams van Nederland, van de moskeeën van Nederland, die vandaag de preek geven. Articuleer tijdens jouw preek het verdriet dat de gemeenschap voelt. En zorg dat jouw preek vandaag ook een uitlaatklep is om de emoties van de gemeenschap te articuleren en te ventileren. Zorg dat jouw preek vandaag een aanzet is die maand tot kalmte, die tegelijkertijd een erkenning is van de emoties die er leven binnen onze gemeenschap en dat we het kunnen kanaliseren op een manier die positief is en die bijdraagt bij iets wat goed is. En als laatste, beste broeders en zusters, mogen Allah subhanahu wa ta'ala diegenen die zijn gestorven, terwijl zij naar de moskee zijn gegaan om ibadah te verrichten voor Allah subhanahu wa ta'ala, mogen Allah subhanahu wa ta'ala deze mensen accepteren in het paradijs en mogen Allah subhanahu wa ta'ala voor hun nabestaanden hun rouwperiode vergemakkelijken. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.